Dames en heren, van harte welkom nogmaals. Leuk dat jullie allemaal hier bent in deze Egyptische, Egyptisch van vorm, Arabisch, nee, Egyptisch van motief, stof en Arabisch van vorm, Egyptische tent dus, om de zikr te gaan doen. En wat de zikr nou precies is, ga ik nu uitleggen. Ik dacht doe ik later, maar dat ga ik nu uitleggen. Het is een ritueel, een dans die we in Egypte, maar ook in de hele islamitische wereld doen. En wat u gaat meemaken vandaag is de Egyptische vorm daarvan. En dat kan zich overal plaatsvinden. Ik bedoel, dat kan op straat. Je kan uit een bus stappen en je ziet opeens een twee rijen mensen die staan te zikkeren. En dan kan je zo meedoen. Zoals het vandaag gebeurt. Het is gratis, dus je hoort geen kaartje voor te reserveren. Maar het is wat opener. Dit is een luxe vorm van de tent waar het in gebeurt. Normaal gebeurt het gewoon op een tapijt of een rieten mat op straat. En iedereen is van harte welkom. Vandaag ook. En de dans zelf, de muziek is religieus, althans daar stamt het vandaan. Het komt uit de Soefi-beweging.
En de Soefi-beweging is een tak van de islam. Het is het stand het is een religieuze dans, maar het gezang is op een gegeven moment los van gekomen. Het begint altijd heel erg als lofzang naar Allah. En het komt ook van het woord zikrullah, de herinnering, the art of remembrance, zoals het in het Engels heet, de vertaling. En je denkt aan Allah, je hoort altijd de naam van Allah uit te ademen, ook als je aan de beweging, als je de beweging doet. Maar het stamt er dus daar vandaan, maar het is op een gegeven moment los daarvan gekomen en het is een dans van een schoonheid, zou je kunnen zeggen. Dus die lofzanger op een gegeven moment zingt niet meer alleen maar over Allah en over de religieuze kant van de dans, maar ook over de schoonheid van de gazelle die in de woestijn rondrent, of de mooie nacht, mooie sterrennacht, of poëtische teksten van vroeger. En nu wordt het nog steeds gedaan en de teksten worden nog steeds geschreven door de lofzanger zelf. En je hebt verschillende lofzangers in Egypte, zijn heel veel. En een van de meest bekende, dat gaan we vandaag op de tape, helaas, ik kon hem niet live naar Nederland krijgen, maar hij is aanwezig op de tape. Het is een dans wat je, omdat je de tekst niet begrijpt en niet verstaat, moet je op twee dingen letten, eigenlijk drie dingen. Het eerste is de beweging, die ga ik zo straks voordoen, een hele simpele beweging. En de simpelheid van de beweging is waar het eigenlijk om gaat. Je moet niet te veel doen. Je moet gewoon van rechts of van links naar rechts of andersom bewegen. Je lichaam zwaaien van rechts naar links. En dat is het. Ik bedoel, meer hoef je niet meer te doen. Het tweede is je ademhaling. En dan moet je op je uitademen letten. Uitademen, ja, inderdaad. Letten. Dat je niet te snel gaat. Je bouwt het heel langzaam op. Tot je op een gegeven moment heel snel gaat. Maar als je heel snel gaat, dan ga je hyperventileren en dan lig je binnen 5 minuten duizelig op de grond en dat moeten we niet hebben. De derde ding is de lengte daarvan. Het gaat ook om de lengte. Hoe langer het duurt, hoe lekkerder het voelt. Dus je moet het kunnen opbouwen en je moet het ook vol kunnen houden. Dus dat weet je van tevoren, moet je van tevoren weten. En het gezamenlijke cadans die we met z'n allen gaan opbouwen. Dus dat, het wordt, als het goed is, wordt het opeens, en het is altijd goed gegaan, dus vandaag ook. Als het goed is, is het een adem, wat straks gaat gebeuren. Eén cadans, die we met z'n allen gaan bouwen. Dat houden we in het begin even langs, en daarna mag je even zelf, als je denkt van nou, nu kan ik gaan frieken, dan mag je gaan frieken. Maar dan moet je eerst, de eerste drie kwartier, zou ik maar zeggen, dat volhouden. Dat ene cadans in- en uitademen, met geluid of met een zucht, zoals het... Wat kom je daar nou van die ideeën vandaan? Mag ik even uitleggen? De beweging gaat als volgt. En dat hou je even in. En dat hou je even in. En dat gaat, het begint inderdaad heel langzaam, of snelheid. En dat wordt op een gegeven moment sneller en sneller en sneller. En op een gegeven moment gaat het heel snel. Ademhaling gaat als volgt. Kan je dat doen, maar durf je dat niet, dan kan je ook iets anders doen. Durf je dat niet, kan je als een zucht. Ik vind het heel vervelend, maar mag deze manier eruit, alsjeblieft. Ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar... Oké. Mag ik even verder? Ik ben moslim. Ja, ik ook. Maar goed. Dus dat, het gaat dan om... En dan gaat, het derde is de lengte van het hele zikker. We gaan de middag beginnen eerst met Sheikh Ali Idrisi. Met teksten uit de Koran en daarna wordt op de fluit gespeeld. Dat is de Arabische Nij. Door Sheikh Mohammed bin Shekhshir. بسم الله الرحمن الرحيم
Thank you.
Slaan, maar hier niet. Kom maar. Ja. Juist. Mag ik? Oh ja. U ziet mij nu, toch? Ja. We hebben geen licht nodig. Oké, dames en heren, we gaan het volgende doen. Deze rij, de eerste rij daar, gaat de beweging naar die kant doen, dus naar links. De andere rij gaat naar links, maar de andere links. Deze rij gaat naar die links en deze rij gaat naar die links. Deze muziek wat ik nu ga gebruiken kent een intro en de intro is bedoeld om even je concentratie bij jezelf te brengen en dat hebben we nu echt nodig. Dus dan moet je even gewoon je ogen dicht doen of niet en probeer nergens aan te denken. Probeer gewoon leeg te zijn, jezelf een beetje leeg te laten lopen wat gedachten betreft. En op het ritme letten en op ons letten. Wij staan hier, dus als je het ritme kwijt bent, kijk naar ons, krijg je hem weer, als het goed is. We gaan beginnen. Ik zou zeggen, laat de muziek beginnen. Bon voyage. Hij mag iets harder. Bismillah. بابك ودير بابك ما قصدتوش قال الباب مفتوح عمري ما قفلتوش يا سابل الستر استرها ما تفضحهاش ولغيرك انت ابدا ما تحوجناش والحق يعلى واحنا عالحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين عالحاجب ما تعلاش واذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس وانزل لبيتك
ولا تنظرش لبيوت الناس واللي ما ترضحش على روحك ما ترضحش يا اخويا عالناس كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس يا ما كان عالدنيا فتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس صبحهم رمايم يا اخويا ويدهوسوا معاليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لي جميع الناس وجنة الخلد حيدخلها من الناس القاسمين الغيظ والعافين عن الناس
Yeah.
Allah, 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 All
Samen weer, zwaaien.
Kwartiertje nog een keer doen. Ja. Hey. Stap maar vast. Houd gezamenlijk. In het begin houd even samen. En dan voelen ze het gezamenlijk. Oh.
Thank you.
Is thee, Bart.